Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verstopraken van putten en rioleringen moeten die zelf verschonen, benadrukt minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren tegenover journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat er strak opgetreden zal worden tegen bedrijven en individuen die de regels overtreden. De wetgeving hiervoor moet nog in orde gemaakt worden. We hebben geen tools in handen. We kunnen je alleen vragen, doe dat ding, maar verder heb ik geen tools. Ik heb geen tools in handen. Dus er komt een wet die dat gaat verplichten. Niet alleen voor die mensen, maar ook voor de toekomst. Dat de mensen, de bedrijven, hun putten zelf gaan moeten onderhouden. Nu maren we aan. En ik vraag de mensen, ik doe ook een beroep op de bouwers. Niet alleen dat bedrijf, al die mensen die bouwen. Je weet, het is gewoon, als een zand komt, zetten ze het op straat. En dan wordt die put verstopt en dan leidt de gemeenschap eronder. Toch? Dus wij komen met die sanctiemaatregelen, maar dat zal pas volgend jaar zijn in de bouwwet. De minister geeft verder aan dat het ministerie bedrijven en personen die de putten vervuilen nu gewoon verzoekt om die op te schonen. Het ministerie kreeg klachten binnen van buurten waar rioleringen verstopt zijn geraakt door zand afkomstig van bouwwerkzaamheden.